De heer Omtzigt. Ja, er is geen equality of arms met de overheid. En dat betekent dat je niet weet hoe de besluiten tot stand komen. Je ziet dus dat die overheid machtig wordt door het gebruik van algoritmen die niemand in de gaten heeft. Door het gebruik van zwarte lijsten die volledig tegen de wet zijn, waar 300.000 mensen op staan. Die gewoon niet geïnformeerd worden, wiens leven vernietigd kan worden. Maar ze mogen niet eens weten dat ze ergens van beschuldigd worden. En bij 64% konden ze aantonen dat die mensen ook fraudeur waren en bij 96% niet eens. Die overheid die werkt niet omdat we alle loketten afgeschaft hebben. Dus als iemand zich meldt, dan was hier een vorige staatssecretaris die zei, bel de belastingtelefoon maar. Maar de belastingtelefoon die lost het niet op. Die overheid moet weer terug richting de burgers en zal ook echt moeten dienen als een schild voor zwakken, wat ze op dit moment niet doet. Dank u wel, meneer Omtzigt.